Goeiedag. Growasis heeft een echte oplossing voor drie grote problemen in de wereld. Klimaatverandering, waterschaarste en honger. Onze oplossing heet de Tree Solution. Mijn naam is Wout Hof en ik ben de CEO van Growasis. Onze technologie brengt gedegradeerd land weer tot leven. Voor mens en natuur. Voor mijn kinderen en ook voor die van jullie allemaal. We weten allemaal dat er inmiddels veel te veel CO2 in de atmosfeer zit. Maar er zijn ook gigantische waterproblemen in de wereld. En er zijn al meer dan 2 miljard mensen die daar dagelijks onder lijden. De mensheid heeft de afgelopen paar honderd jaar ook al zo'n 40% van al het land gedegradeerd door ontbossing en mismanagement. Dit land was ooit groen en productief. Maar is nu dus kaal en leeg. Mijn vader, Pieter Hof, was leliekweker met klanten over de hele wereld. Hij bedacht een manier om klimaatverandering rigoureus tegen te gaan, om honger uit te roeien, om waterschaarste te voorkomen en om de biodiversiteit te vergroten, door 1/3 van al het gedegradeerde land weer te herbebossen. En hij noemde deze oplossing de Tree Solution. In 2003 begon hij al met het ontwikkelen van de technologie om dit mogelijk te maken. Met de intelligente emmers van Growasis zijn al in 56 landen bomen, struiken en groenten geplant op droge en gedegradeerde grond. Onze herbruikbare waterbox en biologisch afbreekbare growbox creëren een ideaal microklimaat. De jonge plant krijgt net genoeg water om te overleven, waardoor hij een diep wortelsysteem ontwikkelt. Na ongeveer 1 jaar kan hij zonder onze hulp verder groeien. Onze klanten zeggen het zelf. Onze technologie is 90% goedkoper. Ze leidt tot 90% waterbesparing. En er is een overlevingsresultaat van 90%, zelfs in woestijnen. Wij noemen dit ons Triple 90 Benefit. Onze technologie is onderzocht door universiteiten, onderzoeksinstituten en zelfs de Nederlandse overheid, die ons in 2016 uitgeroepen heeft tot nationaal icoon. En daar zijn we uiteraard heel trots op. Heb jij een moestuin, volkstuin of een gewone tuin of een voedselbos? Wil je gemakkelijk en succesvol planten, jaar rond? Zonder dat je wekelijks water moet geven? De waterbox maakt dat mogelijk. Maar ook voor de overheid, om ondanks de toenemende droogte succesvol bomen te planten, langs wegen of bossen en parken aan te leggen. Bedrijven kunnen sociaal en ecologisch verantwoord bomen planten om hun CO2-uitstoot te neutraliseren, of om een tuin aan te leggen om hun bedrijventerrein. Maar de belangrijkste reden dat ik deze presentatie geef, is dat we met z'n allen een effectieve, grootschalige en betaalbare klimaatoplossing nodig hebben. En die is er dus. Het huidige klimaatakkoord van Nederland gaat ruim 52 miljard euro kosten. En zou ons in 2050 zo'n 95% CO2 neutraal moeten maken. In plaats daarvan kan Nederland met de Tree Solution al vanaf 2035 voor wel 100% CO2 neutraal zijn, voor minder dan 25 miljard. Dat is én een veel beter resultaat, én 15 jaar eerder, en het kost minder dan de helft. Ons plan komt erop neer dat we 2,5 keer Nederland gaan beplanten met bomen. Dat lijkt veel, maar dat is het niet. Want als wij 10% van bijvoorbeeld Zuid-Afrika of Tjaad gaan beplanten en zo weer vruchtbaar en welvarend maken, dan wordt Nederland daarmee al 100% CO2 neutraal. Het is dus echt een win-win. En er is zoveel geërodeerde grond in de wereld dat alle landen hetzelfde kunnen doen. Door met de waterbox fruitbomen of andere productieve bomen te planten, krijgt de lokale bevolking extra voedsel en inkomen. En zo werkt Nederland niet alleen aan een effectieve klimaatoplossing, maar ook aan een beter leven
voor miljoenen families in droge gebieden. De Gracious Tree Solution maakt het Nederlandse klimaatakkoord dus veel goedkoper en effectiever. We kunnen miljarden besparen die gebruikt kunnen worden voor andere crisissen waar Nederland mee kampt. Mijn vraag aan jullie is, kunnen we het ons veroorloven om een klimaatoplossing te negeren die zoveel sneller, effectiever en goedkoper is dan het alternatief? Ik hoop dat Nederland als eerste land de Tree Solution onderdeel gaat maken van het klimaatakkoord, om zo historische emissies uit de atmosfeer te halen en de huidige emissies te neutraliseren. Dank voor jullie aandacht.